Er werden al ruim van tevoren vergewaarschuwd, maar toch trokken veel Oosterburen weer over de N280 naar het outletcenter. Vooral op Goeie Vrijdag leidde dat tot hele lange files. Al vanaf 9 uur 's ochtends trokken de Oosterburen massaal de grens over. Op Goeie Vrijdag hebben Duitsers vrij en zijn in Duitsland de winkels gesloten. Deze week werden een nieuw gedeelte van het outletcenter geopend. Er is nog eens een keer 11.500 vierkante meter winkels bijgekomen. Volgens de ANWB bezoeken in het paasweekend bijna 1 miljoen mensen als land, waarvan 2/3 uit Duitsland afkomstig is. En dat was hier in Rumijn op Goeie Vrijdag al goed te zien.